Welkom bij aflevering 1 van de podcastserie Een inkijkje op de afdeling medische psychologie. Klinisch psycholoog Inge de Boer geeft in deze aflevering een inkijkje in haar werk op deze afdeling. Hoi Inge, fijn dat ik te gast ben op jullie afdeling, de afdeling medische psychologie van ziekenhuis Gelderse Vallei. Ik ben communicatieadviseur en ik mag jou interviewen over eigenlijk een kijkje in de keuken van jullie afdeling. Kun je je misschien zelf kort voorstellen? Ja, zeker. Nou, allereerst fijn dat je er bent, Edwin. Ja. Ik ben klinisch psycholoog, psychotherapeut hier in het ziekenhuis op de medische psychologie. Inmiddels 12 jaar werkzaam hier. Okay. En qua patiëntenzorg hou ik mij bezig met oncologiepatiënten, gynaecologie, fertiliteitspatiënten. En ik zie mensen met aanhoudende lichamelijke klachten en chronische pijn. Ja. En ook in de breedte nog andere patiënten. Maar dit is een beetje de hoofdzaak. Klinkt heel divers. Ja. Wat maakt jouw werk nou zo leuk? Waarom kom jij je bed uit om hier te werken? Nou, dat doe ik inderdaad graag. Ik vind het heel fijn dat het werk hier gewoon heel afwisselend is. Ja. Naast de patiëntenzorg die we natuurlijk doen, onze core business, doen we ook heel veel andere dingen. Dus aan de ene kant bijvoorbeeld zijn we bezig met beleid, zaken daarin doen. Maar ook geven we trainingen en scholingen aan verpleegkundigen en artsen in het ziekenhuis. Dus wat dat betreft, we zitten natuurlijk in multidisciplinaire overleggen. Ja. We doen zowel polyklinische als klinische patiënten. Dus het is heel divers. Ja, ik hoor daar ook heel veel samenwerkingen in terugkomen. Ja. Kun je ook iets over die samenwerkingen vertellen? Zowel op de afdeling zelf als in het ziekenhuis? Nou, op de afdeling zelf is het natuurlijk inderdaad iets, het samenwerken. Hè? We hebben natuurlijk de psychologen die hier werken. We hebben een klinisch psycholoog, een klinisch neuropsycholoog, een gezondheidszorgpsychologen. We hebben stagiaires. Dus dat is natuurlijk het onderling samenwerken en afstemmen. Ja. We hebben ook een psychodiagnostisch medewerker die natuurlijk ook onderzoeken doet voor ons. Het secretariaat is een heel belangrijk deel die ook al de poort is van onze afdeling. Ja. En daar allerlei dingen in doet. En soms ook bijvoorbeeld met vragenlijsten zaken al voorbereidt of daarin helpt. Hè? Dus we zijn echt een team op onze afdeling. Mooi. Maar ook in het ziekenhuis. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar polyklinische patiënten, maar ook klinisch. Hè? Als er natuurlijk, om even de kliniek als voorbeeld te nemen. Hè? Als er iemand ligt opgenomen die tegen bepaalde zaken aanloopt, dan is dat ook iets wat je met het team wil afstemmen. Ja. Hè? Je wil kijken met de verpleging. Hè? Hoe zij met een bepaalde patiënt omgaan. Als bijvoorbeeld iemand heel angstig is hè? Voor een bepaalde medische ingreep of zo. Soms is het natuurlijk ook met fysiotherapeut samenwerken of met een diëtist of een logopedist. Ja. Het klinkt als heel veel samenwerken. Met de arts natuurlijk. Ja. Sowieso altijd heel belangrijk om met de specialist die verwezen heeft altijd goed af te stemmen. Dus alle lagen is samenwerking eigenlijk. Klinkt heel mooi. Ik denk dat de kijker ook wel een goed beeld heeft van de diverse samenwerkingen en hoe belangrijk dat dan is. Ja. Ik denk dat het ook heel leuk is om te weten hoe een gemiddelde werkdag van jou eruit ziet. Kun je dat kort schetsen? Ja, geen dag is natuurlijk echt hetzelfde. Nee. Maar natuurlijk zit er altijd patiëntenzorg echt in. Hè? Dus je hebt altijd intakes, dus nieuwe mensen die je ziet. Hè, waar je eerst eens gaat kijken wat er aan de hand is en wat er voor plan moet komen. Behandel patiënten. Ja. En daarnaast zijn er allerlei overleggen waar je natuurlijk multidisciplinair aan deelneemt. Er zijn inderdaad bepaalde trainingen die we geven. Natuurlijk allerlei overleggen hè, om dingen af te stemmen of te kijken waar we naartoe willen. Is er ook tijd voor een lolletje onderling met de collega's? Ja, zeker. Nou, dat vinden we ook heel belangrijk. Okay. Want we zijn echt een hardwerkende afdeling wat dat betreft. Maar er is ook tijd voor gewoon humor en persoonlijke interesse naar elkaar. Hè. Dat maakt ons ook. Dus dat het is ook altijd belangrijk dat je even bij elkaar naar binnen kan lopen als er wat is. Of gewoon met de lunch een beetje kan beginnen grappen met elkaar. Dat is gewoon heel belangrijk. Leuk om te horen. Ja. Hey, waar ben je eigenlijk super trots op als je kijkt van wat is er in het werk dat je zegt van als je op mijn verjaardag bent en je zou aan vrienden vertellen van hier ben ik onwijs trots op. Oh ja. Nou, allereerst de kwaliteit wat we leveren in de zorg en de andere dingen die we doen. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Ja. En ik vind het ook heel mooi dat we een goede inbedding in ons ziekenhuis hebben. En we zitten op eigenlijk allerlei
facetten zijn we wel betrokken. Dus ja, natuurlijk, die patiëntenzorg is een soort van logisch. En daarom zitten we ja, hier. Maar dat doen we dus ook op die indirecte manier. Door die scholingen te geven. Ja. Bijvoorbeeld als het gaat om hoe communiceer je nou het beste met je patiënt. Zodat ze zich zo prettig mogelijk voelen. Mm-hmm. Met de hospitaaltrainingen of de CRD-trainingen. Waarbij we kijken hoe ga je gesprekken aan rond communicatie met organ- en weefseldonaties. Mm-hmm. En dat leren we dan aan mensen hier. Ja, dus dat is mooi. En het mooie is dat dat soort initiatieven en dat soort zaken ook heel erg ondersteund worden door het ziekenhuis. We worden daar ook in gewaardeerd. En, dat klinkt ook fijn betrokken, inderdaad. Betrokken in allerlei dingen. En dat is, nou, dat vind ik toch mooi dat we dat bereiken met z'n allen. Nou, daar mag je oprecht trots op zijn. Hey, en kun je nog iets schetsen over de sfeer op de afdeling? Hoe is die onderling? Je hebt al kort gezegd dat jullie af en toe inderdaad ook lol met elkaar hebben. Zeker. Maar kun je nog iets vertellen over wat jullie doen? Misschien teamuitjes of hoe vieren jullie verjaardagen bijvoorbeeld? Ja, wij doen zeker ook teamuitjes. Mm-hmm. En verjaardagen wordt natuurlijk ook altijd aandacht aan besteed. En wat er gedaan wordt, mm-hmm, is ook een beetje, dat wisselt natuurlijk. Ja. Hè? Maar bijvoorbeeld, ik moet denken aan eerder dat er door onze stagiaires, die hadden een ranking de stars gemaakt bijvoorbeeld van onze afdeling. Had iedereen allerlei vragen ingevuld. Dat heeft echt een hilarische avond, wordt dat dan, waarin al dat soort zaken naar voren komt. Wie het beste is waarin, of wat je verwacht. Wie het beste op een onbewoond eiland zou doen. Hadden ze allemaal hele grappige vragen. Dat is echt hilarisch. Dus er is heel veel ook voor dat soort dingen. Kijk, als je hard werkt en gewoon voor kwaliteit gaat, moet daarnaast gewoon ook tijd zijn voor ontspanning. En zeker, voor die teamgeest. En, heel leuk. Dat doen wij ook. Nou, goed om te horen. Ik denk dat de kijkers het ook heel erg leuk vinden. Hey, en dan gaan we toch wel even de diepte in. Als je kijkt naar de ontwikkelingen die de aankomende jaren of jaren op de planning staan. Zijn er nog uitdagingen of ontwikkelingen of dingen waar jullie als afdeling of jij specifiek zegt van daar wil ik nog de energie op zetten. Of daar gaan we met z'n allen voor. Kun je nog iets schetsen? Nou ja, wat denk ik de grootste uitdaging mm-hmm. is dat de complexiteit mm-hmm. binnen het ziekenhuis steeds hoger wordt. En dat merken wij ook. Dus de complexiteit bij onze patiënten neemt ook toe. Ja. En dat vind ik ook een hele mooie uitdaging persoonlijk. Hè, om te kijken van hoe ga je daarmee om? Hoe zorg je dat je goede zorg erin neemt? En ook dat er, dat vergt soms ook wat meer tijd om daar goed naar te kijken. Dus dat we ook onze wachttijden goed op orde houden daardoor. Ja. En de kwaliteit van zorg gewoon heel erg op orde houden. Dat we goede netwerken hebben om naar buiten te verwijzen waar dat kan. En dat blijft, dat zal alleen maar toenemen. Ja. Dus dat is echt iets. Dat is echt belangrijk. Nou, dat klinkt een mooie ontwikkeling waar iedereen zijn schouders volgens mij helemaal onder gaat zetten. Ja. Even als je kijkt van, jullie zoeken inderdaad nieuwe collega's. Volgens mij hebben de mensen die kijken en luisteren best wel een goed beeld al van wat jullie op de afdeling doen. Hoe kunnen ze met jullie in contact komen? Kunnen ze bijvoorbeeld een keer koffie komen drinken of een rondleiding krijgen op de afdeling? Ja, neem gewoon contact op. Je kunt met ons laagdrempelig in contact komen. Bel gewoon of mail. En dan nemen we contact op. Je kan altijd eventjes inderdaad komen kijken of even een kop koffie komen drinken. En als je natuurlijk wil solliciteren, dan ook heel graag. Dan nodig je daar ook toe uit. Ja. Nou, dat klinkt hartstikke goed, Inge. Dank je wel voor je openheid en tot het inkijkje op jullie afdeling. Ik wil de kijkers en luisteraars ook even verwijzen naar onze website, waar alle informatie over deze afdeling staat, maar ook over de andere vacatures die wij hebben. www.werkenbijgelderseverleid.nl. En daar vind je alle informatie terug. Nogmaals dank, Inge. Jij ook dank, Edwin. Ja.